En Uronen en Fischer wisselden de vaantjes uit. Maar al na 5 minuten was het Onuwachu die de eerste kopkans in de handen van Damen duwde. Dwomo dan. Opnieuw de goede pivot met Onuwachu. De perfecte combinatie. Limbombe de stift naar de tweede paal. En Bongonda legde perfect klaar voor zijn linker. En ja, via de doelman. Die bal, ja, is het dan een own goal of niet eigenlijk? Ja, misschien. We gaan hem toch op naam van Theo Bongonda zetten. Dat is altijd mooi ook voor de papieren achteraf. Nog eens de actie. Limbombe, goede stift over Thomas Oudekotte. En de goede afwerking. En zo bedankt Brian Limbombe die tegen Union geen kans kreeg in het eerste helftal. Wel meteen. Rozowski aan de bal. 5 minuten later de goede kap. En dan het schot van hem. Had ruimte en dacht ik trap is. Maar een fotografenbal van Alessandro Dame. Dan aan de andere kant was het Stijn Meijer. Dat was niet goed gekopt en Bongonda. Dit allemaal nog in de eerste 10 minuten. Ik kreeg een goede kans. Maar dit is op het half uur al. De strafschopfout van Aberkane. En het is Bongonda die hem zelf mocht omzetten. Dame de verkeerde kant uit. En zo 2-0. Dat was ook de ruststand. Bongonda. En dat is dan het einde van de wedstrijd al. Ooyen voorbij zijn man Dwomo die daar via Ormonde Otwil de bal niet in doel zag gaan, maar in de hoekschop. En op die hoekschop kregen we dan nog de goede kopkans van John Lukumi. Maar die bal ging zoals je ziet. Damen. Maar dan ook meteen het balverlies. Dessers kwam in schietpositie, maar legde dan toch maar af voor Elias Sierra. En die in de handen van Damen besloot. Cuesta kon dan uitvoetballen. Zocht Daly. Dessers volgde goed. De voorzet was op maat, maar werd net ook nog aangeraakt. En ook Dessers kon de bal net niet goed raken en raakte de lat. En dus niet de netten. Tot zover dus nog geen doelpunt voor Dessers. De Waas dan. Door de benen en Peensel de plaatsbal. Maar Dame in twee tijden kon hem klemmen. Dan toch is het schot van Julian Baas. Maar dat ging naast het doel van Vukovic. Moest hem ook niet aanraken. Het leer. Een kansrijke tweede helft, dat mogen we zeker zeggen. Met hier Hormans. Door de benen van Cuesta. Omarsson uit een moeilijke positie, maar toch trof hij raak. Prachtig doelpunt van de IJslandse aanvaller. Door toedoen wel van Sebastian de Waast. En dan snel volgde het antwoord van Genk met Daly. Borges perfect meegenomen. In één tijd raak getroffen. Onder Damen. Sterk gedaan hoor. Van de linksback. 3-1. De hoekschop dan voor Genk. Nygren zette met een beetje geluk Dessers nog in stelling. Maar van de lijn gehaald door Luigi Bruins. Maar het was allemaal uitstel voor Dessers. Zijn moment zou nog komen. Nygren hier ja, met een beetje geluk. En ook Cuesta met een beetje geluk. Maar Dessers, het zat allemaal niet mee. Het zat hem wel nog in de staart. Want hier is Borges die de aalvlugge Peensel lanceerde. Matthijs kon niet volgen. En hier is Cyril Dessers dan toch. Die de 4-1 eindstand op het bord zette. Dan toch het doelpunt. Waar menig Genk supporter ook wel op zal zitten te wachten. Nog opnieuw Peensel die bijna een zeer goede tweede helft kon verzilveren met een doelpunt. Maar helaas, Joseph Peensel een paar centimeter dichter bij die paal. En het was wel prijs geweest. Maar het blijft dus 4-1. En zo blije gezichten toch wel bij Genk.